De titel van mijn column is Schuivende panelen. Het college van BMW van Nijmegen heeft besloten dat supermarkten en bouwmarkten iedere dag open mogen tot 10 uur s'avonds. Ook op feestdagen als Eerste Kerstdag. Wie heeft er nu behoefte aan dat bouwmarkten op Eerste Kerstdag open zijn? vroeg CDA-raadslid Mark Buck zich af. Goeie vraag. Ik vraag me regelmatig af. Waarom men de behoefte heeft om in het weekend tot vier of vijf uur s morgens in de kroeg te zitten en daardoor op zondag een jetlag te hebben. Wat eerder beginnen en eerder eindigen is zo gek nog niet. Ik spreek uit ervaring. Geen raadslid die het waagt om deze behoefte te bekritiseren. En wie weet had Jozef de Timmerman het maar wat tof gevonden als hij op de allereerste Eerste Kerstdag ergens wat planken en spijkers had kunnen kopen om een bedje te timmeren in plaats van die oude kribben. Maar zo werkte dat toen niet. 13 jaar geleden trouwens ook nog niet. Al in 2006 schreef ik een column over de spagaat tussen Calvinisme en Koopmansgeest die in Nijmegen leidde tot een rare weerwar van gemeentelijke regels en uitzonderingen. Er was geen enkele logica in te ontdekken. Alle albertijns waren op zondag gesloten, behalve de albertijn op het station. Die mocht open zijn. Kappers mochten op zondag niet knippen, ook niet als je kapper op het station was. Op zondag waren winkels dicht, benzinestations kregen de bloemen op zondag niet aangesteept. Wie tot laat was wezen stappen, kon wel een vette hap krijgen, maar geen gezonde bol met kaas, want bakken bacht mocht s'avonds niet open zijn. Een café mocht zomers de terrasstoelen s'nachts buiten laten staan, verwarmde ditzelfde café s'winters zijn terras, dan moesten de stoelen s'nachts naar binnen. De ene regel was nog briljanter gevonden dan de andere, maar geen touw aan vast te knopen. In 2009 begonnen de discussies in de raad opnieuw. Toen vond ik het compleet maf dat je op zondag al vroeg hamburgers of shawarma kon eten. Je kon de hele dag naar de film of de hoeren als je dat zou willen. In cafés stond de bierkraan al vroeg open, ook bij NEC in de gaanderij. Maar als je op zondag graag een halfje bruin en een pak melk in een supermarkt wilde kopen, dan kon dat niet zomaar. Er was toen in Nijmegen, volgens onnavolgbare regels, op zondag plaats voor elf supermarkten goed verspreid over de stad. Ze mochten ons de buurt op zondag open en niet eerder dan vier uur smiddags. Ik heb de logica nooit kunnen ontdekken. Het CDA moet weten dat er in de politiek continu sprake is van schuivende panelen. Dat geldt ook voor de winkelsluitingstijden. Op enig moment werd tweede kerstdag een dag waarbij hele gezinnen naar Ikea of Woonboulevard gaan als ultiem kerstuitje. Raar, maar waar. Dan is het maar een kleine stap om op eerste kerstdag in een bouwmarkt te gaan kijken naar schuivende houten panelen.